Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast van Paul de Vries. In de podcast komt het laatste nieuws uit de online automotive aan bod. Met ook interessante tips en tricks uit binnen- en buitenland. Pauls missie? De online automotive beter maken. Dat doet hij met onder andere de volgende partners. Marktplaats, tweedehands.be, you name it, Coldrip, Used Car Controller en Active Lease. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast om de online automotive beter te maken. Automotive in de breedste zin van het woord. Dus vandaag gaan we het onder andere hebben over kraanmachines en alles wat daarbij komt. Samen met Joost Goedhart, sales lead van Tradius, een OLX bedrijf, oftewel een Nespers Company bedrijf, oftewel laat Joost het maar uitleggen wat het allemaal betekent. Joost, dankjewel voor je komst al hier in de studio in Ede. En kun je ons luisteraars wat meer vertellen over jezelf en over het bedrijf waarvoor je werkt? Nou, allereerst hartelijk bedankt voor deze uitnodiging, Paul. Graag gedaan. Een aantal gesprekken gevoerd. Mm-hmm. Met wat meer diepgang richting hoe de online automotives beter kunnen worden. Ja. Dus mijn kudo, die heb je al vast. Ja. Ik denk dat het misschien handig is, ook voor de luisteraars, om vast eventjes eigenlijk in een notendop weer te geven wat Tradus nou precies doet. En uiteraard wie ik ben. Ja. Mijn naam is Joost. Joost Goedhart, inmiddels al wat meerdere jaren ervaring binnen internationale automotives. Ooit van start gegaan bij een grote Zuid-Koreaanse bandenfabrikant. Ja. En daar een en ander gedaan, ook op het gebied, onder andere ook op het gebied van autosport. Maar natuurlijk ook eventjes wat meer gelieerd aan de mainstream bandenbusiness. Dus vervangingsmarkten, personenwagens en zwaar materieel. Hè. Daar zit even het bruggetje. Mm-hmm. In tussentijd een aantal jaar in het buitenland voor een grote Japanse automotive club gezet. Terugkomen bij BP Castrol en indirect ook weer bij Van Kessel Olie. En had je ook al een jaar in Japan gewerkt of gestudeerd? Ja, ik heb een jaar in Japan gestudeerd. Dat was eigenlijk meer om kennis te maken met de lokale cultuur. En hoe dat is. Ja, je leert. Hoe is dat als een westerling in Japan? Ik denk dat wel dat iets is. Uiteindelijk zo'n Japan-ervaring, dat is ook iets en dat klinkt misschien wat clichématig. Ja. Maar dat is iets wat in die end dan ook weer als een soort van rode draad. Ja. Door je carrière pad loopt. En het leuke daarbij is eigenlijk dat wat je eigenlijk vanaf dag 1 leert, is een stukje wederzijds respect. Ja. Structuur. Binnen een automotive is het Kanban-principe. Ja. Maar goed, hoef ik jou ook niks over te vertellen. En daarnaast is het ook en hoe bouw je relaties op? Mm-hmm. En eigenlijk dat zijn toch wel drie primaire factoren die in de regel er altijd wel een. Wel weer handig voor de dag komen op het moment dat je ze een keer nodig hebt. En iemand met zo'n Japanse invloed rijdt dan ook een Japanse auto of dan toch weer niet? Ja, nee, goed. Ik moest weer in dit geval ook een beetje aanpassen aan de business, ja. Paul. Dus het is in dit geval Duitse premier geworden. Okay. Maar loof haar kort. Ik denk op het moment dat je daar. De taal is natuurlijk één ding, even terugkomen op Japan. Dat is mooi meegenomen op het moment dat je hem beheerst. Mm-hmm. Zeker op het moment dat je dealt met Japanners. Ja. Kun je nog steeds een beetje Japans? Ja, nee, ik spreek het af en toe nog wel eens. Ja. Ja. Maar het is meer spreken dan schrijven. En het is eigenlijk gewoon net zoals met voor sommige mensen de Duitse taal af en toe eventjes wat opwarming nodig heeft. Is het een beetje pas, maar het komt af en toe wel eens handig te passen. En het is inderdaad weer even net even iets unieks. Ja, nou ja, er zijn heel veel mensen die Duits spreken. Ja. Er zijn maar weinig Westerlingen die Japans spreken. Ja, dus ik. In die end is dat nu ook alweer iets binnen het zwaar materieel waar we wel naartoe willen. Ja. Dat er ook die Aziatische markt, die zien we toch ook al als groot potentieel. Ja. Maar op dit moment, laten we het hele verhaal nog even stapsgewijs aanvliegen. Nou ja, weet je, je bent geëindigd bij BP. Daar was je.
toen ik je onderbrak van Japan. En wat heb je daarna gedaan? Ik ben eigenlijk bij binnen BP hebben een project gerund. Dat had met name voor het Castrol label had dat met name te maken met eigenlijk het bekendmaken van het merk binnen de vervangingsmarkt. Yeah. Maar er ook voor zorgen dat het op een gegeven moment is BP Nederland gestopt met het direct verkopen of verhandelen van de Castrol smeerolieproducten richting merkdealers. Yeah. Dus dat hele stukje distributiekanaal is op een gegeven moment vervangen door of opgepakt door een grote distributeur van BP producten voor Castrol-olie in het wonderschone Milhezen in Noord-Brabant. Yeah. Kom er nog steeds graag. Yeah. En dat is eigenlijk meer mijn rol geweest. Dus dat is eigenlijk meer een soort van copy-paste van eerdere rollen binnen Hankook. Ik ken de markt. Ken de spelers en je weet ook een beetje hoe je ermee om moet gaan. Met een bepaalde opdracht om het daarheen te brengen, bij wijze van. Ja, precies, precies. Ja. En ik was altijd wel in de veronderstelling dat ik de offline business, zeker handelend met premium producten, dat mij toch wel heel erg blij zou maken. Mm-hmm. Ook op de lange termijn. Ja. Totdat ik op een gegeven moment werd weggekaapt door OLX. Ja. Wat is dan OLX? Inderdaad, goede vraag. En OLX is eigenlijk de wereldwijde marktleider op het gebied van lokale horizontale marktplaatsen. Ja. In met name met de focus op opkomende markten. Dus je kan het een beetje zien als je aan de ene kant natuurlijk eBay met onder andere marktplaats.nl. Ja. Nou ja, zo'n principe dat noemen we een horizontale marktplaats, waar eigenlijk alles wordt verhandeld van een tandenborstel tot aan een geniaal stuk truc. Ja. En alles wat daar tussenin valt. Dus zeg maar eBay is zeg maar waar Marktplaats onder valt. OLX is zeg maar een soort van concurrent in andere markten. Wat horizontale marktplaatsen wil hebben, faciliteren, wil kopen, wil opstarten in opkomende markten. Ja, klopt als bus. Ja. Ja, dus OLX moet je eigenlijk meer zien als OLX Global BV, dat is de wereldwijde entiteit. Toevallig in dit geval ook gevestigd in Nederland. Ja. Maar dat is vandaar dat je in dit geval ook een van de weinige Nederlands sprekende personen tegenover je zit. Maar goed, onder OLX. OLX is eigenlijk de lokale entiteit in ongeveer bij de 40 verschillende markten wereldwijd. Denk daarbij aan markten als Brazilië, denk ook aan India, denk aan Polen, Roemenië, Oekraïne, denk ook aan Rusland. Ja. In de meeste gevallen ook onder de naam OLX. In het geval van Rusland wordt gehandeld onder de naam Avito. Ja. Het is dan meer de horizontale tak. En daarnaast fixeert de OLX groep zich ook wel op een aantal verticale categorieën. En dan denk dan met name eventjes aan jobs. Yeah. Denk aan real estate. Yeah. En denk aan automotives. Yeah. Nou ja, dat zijn een beetje de verticalen waar een vertical ook daadwerkelijk zin heeft. Correct, ja. Ja. Ja, en kijk, dat zijn natuurlijk ook de verticalen waar natuurlijk ook een handel in gebruikt spul of gebruikte spullen daadwerkelijk ook wat normaal is. Ja. Ook inderdaad wat in de meeste gevallen ook wat globaler verhandelbaar is. Ja. En kijk, een huis wat 100 jaar oud is, is niet een 100 jaar oud huis, maar een huis met karakter. Dat kun je nog steeds blijven verkopen natuurlijk. Ja, correct. Ja. Ja. En de betere makelaar die doet dat ook. Ja. Zwaar materieel blijft natuurlijk niet na 2 jaar afgeschreven. Hè? Nee. Kan nog jarenlang mee. Kan wel een stukje door. Dat is OLX, maar wat is dan het bedrijf De Nespers dan? Is dat dan weer iets wat overkoepelend is? Of hoe moet ik dat zien? Nou ja, Nespers, daar kan ik inderdaad even kort over uitweiden. Nespers is ooit van start gegaan als een
lokale krant in Zuid-Afrika. Ja. En is eigenlijk vanuit daar ook doorgegroeid middels een aantal goede investeringen. Ja. Onder andere in een Chinese club Tencent. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk uitgegroeid tot een van de grotere wereldwijde venture capitalists op het gebied van... met name ook op het gebied van online. Ja. Dus denk eventjes aan... Denk eventjes aan clubs zoals een Delivery Hero, wat er onder valt. Maar ook OLX, sinds een aantal jaar. En het interessante daarbij is, trouwens misschien nog een kleine side note. Naspers, inmiddels ook in Nederland bekend onder de naam Prosus. Ja, ja. Onlangs beursgenoteerd, een van de grotere nieuwe binnenkomers. Ja. Ik zal inderdaad in dat opzicht de luisteraar zeker aanmoedigen om daar eventjes op te googlen. Ja. En voor wat verdere achtergrondinformatie. Ja, want namelijk Propers of Naspers is eigenlijk dus wat Marktplaats valt onder de eBay Classified Group en die valt weer onder eBay Inc. En OLX valt dan weer onder Naspers, zeg maar, wat eBay Inc. voor ons is. Ja, correct. Marktplaats, hè? Zo moet ik het zien. Ja. Oké. Okay. En jij werkt dan bij OLX en dan ben jij verantwoordelijk eigenlijk voor een vertical website. Ja, dat is correct. Dus ik werk voor OLX. Ja. En OLX heeft een begin periode 2017, ja. Officieel gezien eind 2016, besloten om gewoon eens even verder op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. Ja. En dan met name met de nadruk op de interne ontwikkeling met betrekking tot een wereldwijde verticale marktplaats. Ja, dus zoeken een verticale website wat wereldwijd kan bestaan. Waar je niet afhankelijk bent van alleen de Nederlandse markt. Precies. En dan moet je een markt bijzoeken wat wereldwijd wordt verhandeld. Correct. Dat is eigenlijk de zwaar materieel. Dat is uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij zwaar materieel. Ja. Kijk, het leuke hierbij is, we hebben puur gekeken van luister, wat is nou... Kijk, in die end draait het bottom line om het genereren van wat harde euro's. Nee, uiteraard. Maar... En dus uiteindelijk hebben we gezegd van luister, wat zou nou een product zijn wat we wereldwijd uit kunnen rollen? En waarbij zowel het product, dus in dit geval Trades, inderdaad goed tot z'n recht kunnen komen. Als ook de toegevoegde waarde van Trades versus of ten opzichte van de gevestigde OLX-entiteiten wereldwijd. We zouden er inderdaad alle twee wat aan moeten hebben. Ja. Ja, vandaar hebben we gezegd, vandaar dat we uiteindelijk zijn uitgekomen bij zwaar materieel. Ja. Wereldwijde markt tenminste de wereldwijde markt in handel, gebruikszwaar materieel wordt ongeveer ingeschat op 300 miljard US dollar. Ja, dat is een knettergrote markt. Bijkomend voordeel is natuurlijk ook dat het een markt is die... in principe tot in het einde de dagen zal blijven bestaan. Hè? Er zal altijd ergens... Nou ja, je moet blijven graven. Daar... Je moet blijven graven. En wij investeren hier in een nieuwe shovel. Die gaat 20 jaar lang mee. Ja. Maar diezelfde shovel van 20 jaar oud kan nog 20 jaar lang mee... bij wijze van spreken in Afrika of in een goudmijn in Alaska... waar ze met de meest oude troep werken of wat dan ook. Maar er blijft altijd handel in die dingen. Ja, correct. Ja? Ja, dat is het mooie. Kijk, en in... Kijk, je hebt aan de ene kant heb je te maken met... wij hebben dan Trades, om daar misschien even iets breder over uit te wijden. Hè? Mm-hmm. Trades is dan de wereldwijde marktplaats... puur en alleen gericht op het in contact brengen met... van vraag met aanbod en vice versa op wereldwijd niveau. En dan met de focus op zwaar materieel. In die zin zijn we gewoon 100%, zijn we 100% marktplaats. Ja. En daarbij richten we onze pijlen op vier verschillende categorieën. Yeah. Qua focus. Welke? Om een beetje structuur te geven. Dus we hebben de categorie transport. We hebben de categorie bouwmateriaal. Mm-hmm. De categorie landbouwmateriaal. Mm-hmm. Agricultureel. En equipment handling.
Hè? Dus eigenlijk meer het vorkheftruck gerelateerde gedeelte. En daarbij zit eigenlijk, maar dat zit ook nog, daarbij behoort eigenlijk ook nog de categorie spare parts, vervangende onderdelen. Alleen dat is een categorie die we op dit moment toch min of meer hebben uitgespreid over deze vier verschillende categorieën. Omdat we merken dat dat... En is dat een website, zeg maar, met die vier categorieën die in één taal staat in het Engels? Of bied je hem in elke URL aan in een verschillende taal? Hoe werkt dat? Ja, nou, dus om te beginnen even ingaand op jouw punt over URL's. Ja. Wij bieden Tralis.com is alleen Tralis.com. Dus we bieden hem niet aan onder verschillende URL's. Waarbij ik inderdaad, waar mij is opgevallen dat er toch wel wat spelers zijn in de markt die dat wel doen. Mm-hmm. Je hebt dan eigenlijk meer een soort van franchise-product uitrollen. Dat doen wij niet. Nee. Dat is gewoon puur alleen Tralis.com. En daarbij bieden we het product op dit moment aan in om de beide 21 verschillende talen. Yeah. En dat komt met name van pas. Uiteindelijk is dat een organisch proces in de vorm van continue groei van, verschillende talen. Maar het komt met name van pas in de primaire interactie tussen koper of potentiële koper met verkoper. Yeah. En we merken toch wel dat het toch wel bijzonder veel voorkomt dat een internationale handelaar in zwaar materieel toch veel al de talen van de markten waar naar hij of zij de producten exporteert niet machtig is. Nee. En daar zitten wij tussen. En dus nogmaals, we zitten er niet. Wij hebben voor de rest helemaal geen aandeel in de verdere handel tussen A en B. Je bent de second marktplaats op dat punt. Ja, we zijn de second marktplaats. We willen ook graag zouden bij elkaar brengen. Ja. Ja, de enige waar we wel waarde proberen toe te voegen zijn inderdaad features als wat is het, homepage, advertentie, om ze meer visibiliteit te geven, zeg maar. Ja. Ja. Maar nu hebben we onlangs, zeg maar, en gisteren stond ik ook weer in de file door de boeren. Nou vind ik dat helemaal geen issue, maar we hebben laatst dus die hele grote demonstratie gehad op het Malieveld en dergelijke. Boeren zeggen dat ze het moeilijk hebben, dat ze failliet gaan. Zie jij dan, zeg maar, op dat vlak dat er meer aanbod komt uit Nederland op dat vlak? Omdat mensen, zeg maar, de bouw staat stil, de agrarische sector staat opeens stil. Zie je dat gelijk dat aan de aanbodkant er opeens meer aanbod komt uit Nederland? Of zie je dat macro-economisch nog niet? Wat ik wel terugzie is, zelf inderdaad ook wel even ons gezicht laten zien op het Malieveld. Yeah. Een paar weken geleden puur eens eventjes wat beter te begrijpen waar het probleem nou precies zit. Yeah. Want dat is inderdaad nog wel een dingetje. Wat wij concreet zien is inderdaad toch een groei van een paar procent. Ja. Binnen de categorieën landbouw en bouwmateriaal. Ja, opeens, hè, dan. En dat is toch wel inderdaad iets wat zo in één keer naar voren komt. Dus je bent eigenlijk ook een barometer van de economie van een bepaald land. Ja. Je kunt per land eigenlijk een beetje zien of het goed gaat of slecht gaat. Ah, correct. Ja, goed. Kijk, daar heb je inderdaad al direct het volgende punt te pakken. Ja. Waarbij we eigenlijk ook als... daar zit de absolute toegevoegde waarde van Tralis. En we noemen onszelf de slimme wereldwijde marktplaats op het gebied van zwaar materieel. Juist ook niet. Natuurlijk zijn we data gedreven, maar dat gebruiken we juist niet als een unicum. Nee. In die end is dat meer een soort data, van modegril. Ja, nou, ja. Het draait in die end allemaal puur, voor het grootste gedeelte wel om de manier waarop je met eigenlijk al die verzamelde data omgaat. Ja. Dat maakt ons waardevol. Ja. Zeker ook op het gebied van onze partnerships met verschillende fabrikanten. Op het gebied van de vier eerder genoemde categorieën. Yeah. Ja, dat is de hele reden waarom we relatief snel tractie hebben kunnen krijgen, ook aan die kant van het spectrum. Yeah. Juist door relevante marktgerelateerde data aan te leveren. Yeah. Die je normaal gezien tijdens een 1-op-1 gesprek met een van je koelcollega's, wat überhaupt allemaal wettelijk gezien al niet echt lekker ligt, natuurlijk niet los zou kunnen peuteren. Maar nee, maar nu heb ik het volgende. Hè. Nu zie ik bij jullie op de website een prijsindex staan. Hè?
En nou kennen we dat vanuit Autoscout, nu kennen we dat vanuit CarGurus en dergelijke, vanuit de automotive kant al wel, zeg maar. Hè, dat je zegt, nou, deze prijs is goed of slecht of wat dan ook. Maar even zwart-wit, hè. Wie zijn jullie om te bepalen dat een prijs goed of slecht is, terwijl je een wereldwijde markt bent, terwijl de prijs hier zeg maar een goede prijs kan zijn en een koopje kan zijn in Afrika, ik noem het, omdat het gewoon domweg niet te koop is. Hoe bepaal je dan dat de prijsindex goed is? Ja. Want je hebt met zoveel verschillende variabelen te maken dat de prijs hier misschien wel te duur kan zijn, maar ergens anders in het Oostblok misschien voor de juiste prijs te koop wordt aangeboden, en terwijl je een wereldwijde marktplaats bent. Correct. Ja. Dat lijkt me moeilijk. Ja. LEF, het lead management systeem van YouNameIt, waarbij al uw leads in één systeem kunnen worden opgevolgd, helpt u op weg van lead naar deal. LEF is vernieuwend, verrassend en compleet. Door haar koppelingen met vele automotive leadbronnen en het eenvoudig management dashboard heeft u real-time inzicht in uw volledige leadproces. Uw leadproces volledig onder controle? Kijk dan op datislefhebben.nl. Steeds meer collega's gebruiken Used Car Controller. Taxeren, calculeren, publiceren of auto's verhandelen met je persoonlijke handelsplatform. Met één abonnement geeft Used Car Controller je controle over alle kritisch gebruikte autoprocessen. Zo maakt Used Car Controller jou tot de beste in je vak. Nou ja, kijk, je noemt het net zelf al eventjes. Hè? We praten hier in dit geval zeker om een prijs. Indexatie. Mm-hmm. Hè? Het is gewoon puur een indicatie van de prijs zoals die zou kunnen zijn. Ja. En nogmaals, die. Je geeft er in ieder geval een mening over. We geven er een mening over. En waarom? Geargumenteerd worden. Nou, goed punt. Kijk, waarom we hiervoor gekozen hebben, waarom we bijvoorbeeld ook gekozen hebben voor het iets transparanter weergeven van deze prijsindexatie. Ja, wat aan de kopende kant wel gewaardeerd wordt. Nou ja, correct. Ja, daar heb je hem. Dus kijk, we noemen het de Trades Market Value Tool. Mm-hmm. Dat heeft een naam. Waar het in dit geval waar het om gaat, is dat we eigenlijk, hè, dat is eigenlijk een tool die puur een soort van mediaan pakt op het gebied van prijzen die zijn gekoppeld aan gelijksoortige producten. Mm-hmm. Op basis van onder bij de 13-tal verschillende factoren. Mm-hmm. Hè? En achter die, dat zijn 13 factoren die wij dan vervolgens ook weer koppelen aan. We willen er ook voor zorgen dat we. Dat de kwaliteit van de verschillende advertenties, we laten af en toe nog eens te wensen over, en dat die ook zo hoog mogelijk wordt. Dus eigenlijk is deze TMV-tool, zoals ze mooi heet, een meer een trigger richting onze verkopers om ervoor te zorgen dat dat de kwaliteit van het geplaatste content zo hoogwaardig mogelijk is. Ja. En daarnaast, je noemde het net even zelf al, leidt het gewoon tot een groter percentage leads. Vanuit de kopers. En dat is in die end waar een verkoper naar op zoek is. Ja, kansen. Ja, ja, kijk. En op het moment dat je dat dan weer terug relateert naar het groeipercentage in leads nadat we deze tool live hebben gezet, ligt het percentage leads 5%, concreet 5% hoger, 5-6% hoger dan daarvoor. Ja. En merk je dus ook dat het niet uitmaakt en wat dan vervolgens ook. Het gaat erom dat jouw advertentie een waardering moet hebben. Ja. Het gaat er helemaal niet om wat die waardering dan is. Want in die end, tenminste, jullie vinden dat die een waardering zou moeten hebben. Nou ja, kijk, wij vinden dat, we vinden het niet. Maar op het moment dat jij simpelweg voldoet aan de juiste kwaliteitseisen met betrekking tot je content, dan vloeit daar automatisch een waardering uit. Maar ik vind het zo moeilijk, hè? Van nu gaat het in de Nederlandse spa-sectoren door, hè? Dat hele stikstofverhaal en dergelijke wat slechter. Dus mensen willen misschien van wat bouwmaterialen af, hè? Ja. Wat van bouwmachines, waardoor ze zeg maar een prijs hanteren die voor de Nederlandse markt zou onderuit moet omdat niemand hem nu wil. Terwijl die voor de Duitse markt misschien nog steeds populair is. Dus hoe bepaal je zeg maar die prijsverdeling? Lijkt me zo ontzettend moeilijk omdat je op 12 verschillende of 40 verschillende markten aan bezig bent. Precies. Wat voor de ene totaal, nou ja, out of the box is voor de andere gewoon prima. Ja, kijk, en nogmaals, de indexering ligt daarbij. Is die 13 punten. Ja, precies. Maar die ligt daarbij volledig op. Die ligt daarbij niet zozeer op
wat dan daadwerkelijk de vraag is vanuit verschillende markten. Ja. Maar nogmaals, het is puur een indexering op basis van kwaliteitsindexering. Van die punten, precies. En ook op basis van, ja, simpelweg gewoon een gemiddelde prijs van een gelijksoortig product op de marktplaats. Dus het is in die end informatie die toch wel gevonden wordt, omdat je een beetje doorsurft. Ja. Maar dan moet je een Excelletje voor maken zelf. Ja, ja. Nou, maar goed, een beetje handelaar die duikt er wel wat dieper in. Nee, daarom. Ja. Maar nu een andere vraag. Hè. Nu ben ik heel erg bewust bezig met het proberen op te leiden van verkopers in zaken leadopvolging. Ja. Hoe gaat het zwaar materieel bedrijf om met kansen die ze krijgen? Doen ze al meer bijvoorbeeld via FaceTime omdat de afstanden groter zijn? Zijn ze al wat meer met dat soort dingen bezig? Of kunnen ze daar ook nog wel wat leren qua leadopvolging? Je geeft ze de kans en dan maar hopen dat ze bellen, of hoe werkt dat? Nee, ik denk op het gebied van leadopvolging zorgen wij ervoor dat we als marktplaats onze verkopers ook een beetje achter de broek aan zitten. Yeah. Ja, dat we ervoor zorgen dat je binnen 24 of 48 uur nog geen reactie hebben gestuurd. Dan komt daar wel een follow-up berichtje achteraan vanuit de kant van Tradus. Jongens, luister, zorg nou alsjeblieft even voor dat je... Ja. Heb je gereageerd? Was het succesvol? Zijn er voor de rest nog, bestaan er voor de rest nog vragen richting het Trades team? Met betrekking tot de achtergrond van een bepaalde koop. En met 24 uur, 48 uur wacht je al lang. Ja, dan wachten we inderdaad al lang. En ik denk dat daar ook een klein beetje het verschil zit tussen de handel in personenwagens versus zwaar materieel. Kijk, je hebt gewoon wat meer te maken met wereldwijde handel. En dus ook inderdaad met tijdsverschillen, et cetera. Dus ja, we willen in dat opzicht onze relaties ook wel een beetje de kans geven om ergens op te kunnen reageren. Mm-hmm. Dus dat is wel nog steeds dat telefoontje richting een verkoper. Dat is nog steeds wel communicatie tool nummer 1. Ja. Merken we. Maar ik moet zoals eerder aangegeven, loop je er af en toe best wel tegen het culturele / taalaspect aan. Ja. En daarmee merken we dat. En nu ook sinds gezien het feit dat om de bij de 80% van de kopers gebruik maakt van de mobiele / app variant van Trades. Ja. Waar ook een message functie in gebouwd zit. Ja. Merk je toch dat eigenlijk het grootste gedeelte van die interactie nog steeds gewoon via die manier, via dat kanaal loopt. Via een soort WhatsApp-achtige wijze binnen de app. Ja. Kan die app ook vertalen? Nee, de app zelf die vertaalt niet. Uiteraard zit daar externe module achter. Nee, maar ik kan me zoiets voorstellen, zeg maar, dat op het moment, ik ben Nederlander en ik moet communiceren met iemand uit Saudi-Arabië, noem maar wat. En die praat natuurlijk geen Nederlands, die kan misschien slecht Engels. Dus het zou mooi zijn dat ik in het Nederlands kan antwoorden in de app en hij ziet het in zijn eigen taal terug in zijn app. Ja. Ja. Geautomatiseerd, want ja, laten we eerlijk zijn, we leven in de wereld van 2020, het zou kunnen. Precies. Kijk, dat is wel een tool die we op dit moment faciliteren middels het standaard geïntegreerde communicatiekanaal. Ja. Maar op het gebied van de app maken we service wat op dit moment nog niet op die manier. Nee, okay, maar dat is wel een... Maar dat zou in de toekomst, in de nabije toekomst zeker kunnen. Ah, je moet het op een gegeven moment, kunnen. Ja. Nee, zo zijn we bijvoorbeeld op het gebied van customer services. We noemen dat customer happiness. Ja. Ja, ook al in een vergevorderde stadium met betrekking tot het uitrollen van een chatbot. Om er in ieder geval voor te zorgen dat je ten alle tijde kan voorzien in basisvraagstukken vanuit de markt. Maar niet uit waar die markt zich op dat moment dan ook bevindt. Nou ja, op het moment dat de vraag komt van is deze nog beschikbaar? En jij antwoordt via de bot van joh, hartstikke vrienden, wat super, wat fijn dat u de vraag en stelt. Ik ga graag voor u kijken of deze nog beschikbaar is. Heeft u nog andere vragen waarmee we u kunnen helpen? Behalve dan, je kunt hem zo kwalificeren dat de verkoper naast die ene vraag nog meer vragen heeft bij die zegt, hey, dit is nou een gekwalificeerde lead. Hier kan ik wat mee, weet je wel? Ja. Dat ze een gevoel hebben van, joh, dit is, ja, hier krijg ik waar voor mijn geld van Trades, hè, in die zin. Wat is nou het meest verkochte voorwerp? De grootste categorie op het gebied van, tenminste binnen Trades, is de transportcategorie.
Is dat gewoon vrachtwagentrekkers? Ja, ja, okay. Ja, dat is eigenlijk meer inderdaad trekkers, trailers, ga zo maar door. Maar alles wat met de vorm van transport te maken heeft, merken dat wel de categorie is die, die toch wel het snelst gegroeid is van allemaal. Waar gaan de Euro 5 trekkers heen in de wereld? Ja, goed, in dit geval zijn dat zijn er steeds minder. Je merkt natuurlijk ook wel dat er, dat zie je dan even terug ook in onze data. Je merkt gewoon dat nu de milieutechnische eisen vereisten binnen een steeds groter aantal, steeds groter wordend aantal Europese markten worden aangescherpt en nageleefd. Merk je dat waar in het verleden markten als een Polen of Roemenië inderdaad wel handelspotentieel waren voor Euro 3, 4, 5 materiaal. Dus dat eigenlijk ook gewoon dicht. Ja. En dan merk je dat Zuid-Amerika of wat? Ja, dan gaat het kijken ik denk, als je wat meer gaat kijken naar het handelspotentieel met de Zuid-Amerikaanse markten, en dat is ook weer relatief specifiek. Ja. Dat is ook weer heel erg merkafhankelijk. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar de Volvo. Volvo doet het weer goed in Zuid-Amerikaanse markten. Bijvoorbeeld even Bolivia. Ja. Waarbij Bolivia inderdaad wel weer nog steeds wel een relatief tot op zekere hoogte een interessante exportmarkt is. Ja. Maar goed, ook wel weer wat exotischer. Ja. Merken we dat de Afrikaanse markten toch wel, waar in het verleden het Midden-Oosten nog best wel een knetterstuk potentieel met zich meebracht. Ja. Is dat op een gegeven moment ook een beetje teruggelopen? Uitzonderingen daar gelaten. Ja. Mercedes bijvoorbeeld, een merk wat nog wel aardige handel draait daar. Maar het zijn toch met name de Afrikaanse markten wel primair de aangewezen markt op het gebied van de wat oudere materieel. Ja. En is het merk DAF overal in de wereld goed te verkopen of alleen in bepaalde gedeeltes? Als je meer gaat kijken naar inderdaad DAF, even als voorbeeld. Nee, maar goed, DAF is in dat opzicht ook een goed voorbeeld. Is inderdaad ook alweer wat marktspecifieker. Ja. En goed, dat zie je dan ook weer terug met merken als Iveco, MAN. Het is maar net wat de lokale perceptie is met betrekking tot de verschillende markten. Dat is ontzettend interessant om te zien. Op het moment dat ik in het buitenland ben, dan kijk ik altijd naar auto's, weet je wel. En het is zo verbazendwekkend dat elke markt weer zeg maar zijn eigen primaire merken heeft. Hè? Als je in Istanbul bent, dan zie je opeens heel veel Fiat. Dan wist je niet dat er zoveel Fiat werden gemaakt, überhaupt, zeg maar. En als je dan bij wijze van spreken in Duitsland komt, dan denk je, ja, is er geen andere auto dan een Duitse auto, hè? Nou, precies. Precies. Kijk, dat zijn inderdaad alweer de trends die wij goed in de gaten houden. Ja. En waarover wij onze relaties dus ook informeren. En dat maakt het ook weer interessant. Een klein stukje commercie hier tussendoor. Ja. Maar dat maakt het ook interessant om gebruik te maken van de portal als Stratus. Ja. Hey, en zwaar materieel, is dat ook iets zeg maar wat je bij Trades wil gaan uitbreiden naar bijvoorbeeld een wereldwijde automotive markt of een wereldwijde fietsenmarkt of zijn er nog meer dingen waarvan je zegt van nou dat vinden we wel interessant, of is het qua zwaar materieel, nou dat is een wereldwijde markt en voor de rest zijn het allemaal regionale markten zoals huizen, zoals automotive? Ik denk dat ook een antwoord is wat je in tweeën kan splitsen. Mm-hmm. Dus wat vind ik zelf interessant en een ander antwoord zou meer gelieerd zijn aan het zakelijke gedeelte. Yeah. Laten we daar inderdaad maar even focus op leggen op dit moment. Kijk, ik denk dat Trades, er is op dit moment nog wel wat werk te verrichten op het gebied van de binnen de wondere wereld van het zware materieel. Uh-huh. Dus in dat opzicht zal dat wel eventjes onze focus genieten. En wat wel interessant is om te weten is dat wij, en dat is ook weer een van de voordelen van het onderdeel, van het feit dat wij onder, we zijn een aparte entiteit, hè, Trades BV. Maar maken natuurlijk nog steeds onderdeel uit van de wereldwijde OLX groep. Yeah. En het interessante daarbij is dat wij eigenlijk zelf kunnen bepalen welke markten wij willen gaan ontdekken. Kijk, het meest voor de hand liggende zijn natuurlijk wel op dit moment
richten wij onze pijlen op het gebied van verkoop zwaar materieel. Het wordt meer op de beste Europese markt. Simpelweg omdat daar volgens ons toch wel het meest kwalitatief hoogwaardige gebruikte materieel vandaan komt. Ja. Dus dat is interessant. Ik ben vaak in Amerika. Daar loopt niet het spul rond wat we hier hebben. Nee, correct. Kijk, in Amerika ligt op een gegeven moment nog wel... is wel onderdeel van ons lange termijn perspectief. Ja. We hebben daar in de vorm van Let Go... hebben we daar een app-only marktplaats. Of runnen we daar een app-only marktplaats. Ik denk meer dat... ik denk dat de absolute focus op in ieder geval voor tussen nu en het komende jaar toch echt ligt op de verdere marktexpansie, trades en met focus op zwaar materieel. Ja. Kijk, we hebben inderdaad wel natuurlijk heel veel binnen de OLX groepen. Kijk inderdaad ook even naar... vandaag is bekend geworden dat er... dat er inmiddels een meerderheidsbelang is gerealiseerd in de Frontier Car Group. Ja. En dan gaan we wat meer naar personenwagens. Ja. Dus dat loopt wel. Dat is nog een understatement overigens. Ja. En vandaar dat wij hebben gezet. Ik merk af en toe ook wel dat... We hebben op een gegeven moment ook wel goed gekeken naar de performance van... personenwagen advertenties op trades. Want die komen natuurlijk echt wel voor. Hè? Yeah. Je merkt dat verschillende handelaren toch ook inderdaad wel proberen wat personenwagens dus het zware materieel door te snoepen. Maar je merkt gewoon dat het een productencategorie is. Mits je natuurlijk niet richting de supercars gaat of richting de verzamelobjecten classics. Ja. Merk je gewoon dat... Dat het gewoon toch wat meer een relatief rap in ontwikkeling zijnde commodity markt betreft. Met relatief lokaal georiënteerde specificatiepakketten. Ja. Dat betekent dat het gewoon ook niet zo erg makkelijk is om een lokaal voertuig wereldwijd met door de BPM, whatever. Ja, maar kijk bijvoorbeeld ook naar plaats van het stuur. Zo. Ja. Plaats van het stuur. Noem eens wat. Ja. Nee, maar dat is even antwoord op jouw vraag. Dat is op dit moment nog niet in vraag. Maar ja, goed, zo nooit. Nee, Joost, laatste vraag. Als mensen meer willen weten over jouzelf, over Trades of iets anders, hoe komen ze dan het beste met jou in contact? Mailtje sturen. Ja. Nee, stuur mij direct een e-mail naar joost@trades, trades.com. Ja. Via LinkedIn? Of inderdaad, connect eventjes via LinkedIn. Even uit mijn hoofd, joost.goedhart. Of zoek op Joost Trades. Ja. Er is er in principe maar één. Nee, daarom. Inderdaad, en kijk gerust even rond op trades.com. Ik denk dat is nog wel een van de grote voordelen die ik zelf ook heb ondervonden na mijn switch vanaf de offline commodity zijde van de handel naar de online zijde is dat. Nou ja, het is er altijd. Het is er altijd. Ja. En dat is het grote voordeel van een website. Kijk, het is gewoon altijd super transparant en inzichtelijk. En daar kan je in principe ook de meeste informatie vinden. Call to action hoort er natuurlijk bij. Mm-hmm. Mocht je nou inderdaad zelf een koper van of op zoek zijn naar gebruikt zwaar materieel of een verkoper zijn van gebruikt zwaar materieel, aarzel dan vooral niet om even een account te activeren. En dat kan allemaal via trades.com. Okay. Super Joost, dankjewel voor je gesprek. Dankjewel voor je komst al hier in onze studio in Ede. Volgende week weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast. Met onze missie om de online automotive beter te maken. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. De podcast van Paul de Vries is te beluisteren op onder andere iTunes, Spotify en SoundCloud. Abonneer nu direct, zodat u geen aflevering mist. De online automotive beter maken doet Paul de Vries met de volgende partners. Marktplaats, tweedehands.be, you name it, Caldrip, Used Car Controller en Active Lease.